Dames en heren, jongens en meisjes, daar zit ik weer en het is echt niet te geloven. Ik had niet verwacht dat ik ooit nog hier een video over zou maken en ik wil het ook eigenlijk niet. Totdat ik van allemaal mensen bericht kreeg van Koen, Brent heeft je gedisst, je moet die video kijken. En ik wilde eigenlijk ook daarna niet reageren, maar ik heb zo'n goed verhaal. Het is echt bizar. Ik ga eerst even reageren op hoe hij mij gedisst heeft. En daarna heb ik een verhaal, echt, jullie gaan het niet geloven, ik zweer het je. Oh, het heeft te maken met de manager van Brent en met mij vragen voor een clip. Het was echt ongelooflijk. Vertel ik straks allemaal. Echt een bizar verhaal. Nou, zijn bedoeling is uiteraard dat ik hierop ga reageren. Dus nou, dat ga ik ook maar doen. Mensen, abonneer op mijn kanaal. Doe het hier beneden. Laat een duimpje omhoog achter. Oh! En mensen, anders fantastisch nieuws trouwens. No Excuse Energy. Wil je nou meer concentratie aan het gamen tijdens het leren? Of wat dan ook? Koop No Excuse Energy. Tantoe lekker. Het was uitverkocht. Het is nu weer op voorraad. Lekker. We gaan kijken naar een nieuwe video van mijn zogenaamde tweelingbroer Brent. Ja, laten we maar gaan kijken. Onverwacht van Brent. Ziek. Even eerst comments. Wordt wel steeds beter. Hey, ziek man. Ik denk dat Koen heel verdrietig zal zijn na het kijken van deze clip. Oh, broer Koen die klapt jou. Nou, daar hoef je niet echt zorgen te maken. Want al moet ik zeggen, flinke pistolen. Bam, bam, bam. Zeg wat Koen deze man zijn hele carrière gevangen. Nu gaat hij haten. Op hem. Hey man. Oh, hij gaat haat op mij, man. Hey, laten we gaan kijken, man. Ik ben benieuwd. Ah, flesje Moët, ziek ouwe. Louis tasje ouwe. Status van een dealer, mensen. Herinneren we het nog? We zien het, man, Brent. Goed. Tostietje. That's the life, man. That's the life. Club sandwich. Oh. Oké. Yeah. Zwembadje. Hij heeft ook een snor en baard. Hey Brent, man. Esso naar jou, man. Ik ben echt een trendsetter. Ik zie je dan weer. Ah. Ik heb vrouwen in mijn bed. Ik heb vrouwen in mijn bad. Heb het... Hij heeft vrouwen in zijn bed. Vrouwen in zijn bad. Ziek, oud. Drie voor in de keuken en doen allemaal mijn was. Heb een bom in mijn zak en een ton op mijn pas. Zo. Weet je wat het is? Ik kwam zo onverwacht. Dit had niemand verwacht, maar kijk wie er nu lacht. Zieke bars, ouwe. Hij heeft gesaafd, ziek verdiend. Want ik moet zeggen, 65k weergaan vorige nummer. 250 daarvoor, 101 daarvoor, 54 daarvoor. En ja, Balenciaga heeft hij wel op gecashed. 3,9 miljoen weergaven. Maar mensen, kan je beloven, met 3,9 miljoen weergaven hou je ook geen ton op je pas. Nee, dat gaat hem niet worden. Dat wordt hem niet. Nee. Ondanks al die haters heb ik money gepakt. Ondanks alle haters heb ik money gepakt. Nou, dat is goed. Dat is goed. Dat gun ik je ook wel, jongen. Nog wel, hè? Want straks gaat hij me dissen, maar nog wel. Gucci en Dior van mijn stop mijn hele kast. Catch me in de store. Ik kom nog even snel een... Roken. Waarom zou je roken, ouwe? Roken is zo uit. Echt. Als je nou 16 bent en denkt van ik ben stoer, ik ga roken. Doe het niet. Het is echt tandoesmerig. Zo'n pakje kost voor mij 10 euro. En het is echt niet gaaf, ouwe. Het, kijk je nou. Kijk hoe dit eruit ziet. Dit is echt niet gaaf meer. Nou goed. Jij bent veranderd, maar ben en blijf hetzelfde. Vraag het allemaal grappies. Ik wil rappen sinds mijn 11e. Wonderland, dat is cash, dus vertellen het. Ben ik onder rood, ga ik vers, kom we spenden het. Ah. Wat is deze? Ik heb cash. Hella banks, hella hoes, very relaxed. Hella hoes, jongen, echt, hij gaat echt los, man. Maar hey, waar blijft de dis dan? Ik zit hier te wachten op niks. Al die stacks, ik heb cash, hella... Toch een andere? Ja, maar je zit hier nu cool met je brillen te doen, maar je bent gewoon aan het passen daar. Wat is dit nou voor onzin? Waarom staat ook een mooie fles op de achtergrond? Wat is dit voor raar iets? Banks. Ook niet die. Nee, hoeveel kost die? Ik kijk nu van, wat is de prijs? 1400 euro? Nou, die doe ik niet. Oh, zou het Cartier zijn? Want ik zeg geen Cartier. Is dat een meme? Ja, dat is dan wel lachen gedaan. Very relaxed, onderweg naar de show. Pak het door. Geld speelt geen Rolex. Ze hebben dikke baggies, de nieuwste patas, de duurste trainingspakken en de vetste klokkies. Zee? Maar voordat je het weet, zit je met je Prada-pak levenslang in de link. Wat lult er nou weer? Dit gaat over mensen die dus illegale praktijken doen en die hebben allemaal vette kleding. Maar voor je het weet, zit je met je Prada-ding in de levenslang in de gevangenis. Omdat je 5 mensen hebt omgebracht voor wat geld. Gaat hij net doen alsof dit zijn leven... Ja, waar zit ik me naar te kijken, man? Je past niet in mijn plaatje, jij bent out of the picture. Ah. Out of the picture, ik drop je out of the league. Je werd gescot door mijn neefje, want hij wilde je niet. Best wel triest, ben geen dief, maar ik steel de show. Steel de show. Ik ben de beste hier en niet. Oh, dat ben ik! Hey, hij plakt me op een stuk met saaf, ouwe. Hey, dankjewel, legend, man. Ja, eigenlijk doet hij van, je bent geld wel. Of hij zet nu een bedrag op mijn hoofd. In dat geval ga ik op dit moment even aangifte doen, want dat pik ik natuurlijk niet. Maar wat zong je nou? Best wel triest, ben geen dief, maar ik steel de show. Oh, ik best wel triest, ik ben geen dief, maar ik steel de show. Nou, dat heeft niet echt veel met mij te maken. Ik ben de beste hier en niemand die is van niveau. Laat me even zeggen dat je dom bent. Omtrent de dingen die je doet met je content, sukkel. Nee, middelvinger. Nou, wat hoor ik hier allemaal? Wat is dit onaardig gedoe, joh. Even nog een keer luisteren. Laat me even zeggen dat je dom bent. Laat me even zeggen dat je dom bent. Boys, ik ben dom, ouwe.
What the fuck, man? Jongen, unietje afgerond. Ik denk, ik ben niet dom, ouwe. Maar deze man, wat heeft Brent eigenlijk gedaan? Ik kan niet vinden wat voor school Brent heeft gedaan, maar wat hij zegt, ja, hij zal wel een of andere zieke studie gedaan hebben of zo. Cambridge of zo. En ik ben koude dom, ouwe. Ik ben wel dom, maar ik ben niet dom. Ik ben dom. Ja, oké, nog een keer. Laat me even zeggen dat je dom bent. Omtrent de dingen die je doet met je content. Sukkel. Ik ben dom. Oh, maar ik ben dom omtrent de dingen die ik doe met mijn content. Nou, ik vind wel. Hey, mijn kopie hier. Ik moet zeggen. Leuk fotootje, hè? Want ik mis mee. Dan moet ik wel iets beter mogen uitprinten. Kom op, hè? Heb je een mooi lijstje eromheen? Jongen. Ben je pauperzooi? Heb je allemaal brieven van 100 liggen? Kan je eens een mooi lijstje omhoog doen? Nou. Stop nu met die waanzin. Neem mij niet in de maling. Want jij valt. Hey, hij gooit hier gewoon de Burberry jas weg, man. Wat zie ik hier, man? Mijn legendaire jas, man. Blijf van mijn jas af. In herhaling, net als Jacob. Dubbel. Ah, ik val niet in herhaling. Nee, joh. Ik val dan niet in herhaling, joh. Nee, ik heb geen flauw idee waar hij dan weet. Maar net als Jacob Dubbel, wie de fuck is Jacob Dubbel? Jacob Dubbel. Jacob Dubbel is een trilogie. Wat een zieke dis, ouwe. Dat is Rolls Royce. Misschien komt er nog wat. Choice. Ik ben niet perfect, maar toch vind je me dope, boy. Trappen op pedalen, heb mijn knieën op het stuur. En de wak is niet gehuurd. Heb meer paarden dan een cowboy. Heb meer paarden dan een cowboy. Nou, zal ik dat vertellen? Brent, ik ben wel dom, maar een cowboy rijdt op een paard. En een paard, staat bekend, die heeft één paardenkracht. Want dat is één paard. Er is volgens mij geen auto die één paardenkracht heeft. Ja, misschien de allereerste auto. Maar ook al heb jij een Fiat Panda uit 1990, heb jij meer paarden dan een cowboy. Wel enge baard dan. Ik heb cash, hella banks, hella hoes, belly legs, stond ja, best een aardig nummer. Jammer dat hij zijn middelvingers naar mij opsteekt. Dat vind ik persoonlijk onnodig. Heb ik ook niet richting hem gedaan. Ook jammer dat hij mijn gezicht gebruikt zonder te vragen in een commerciële uiting. Of dat mag. Dat is natuurlijk de vraag. Enge dis. Wel mijn Cartier-brilletje. Als dat bedoeld is omdat ik geen Cartier had, dat hij dan Cartier-brilletje vind ik het leuk. Mensen, ik ga jullie nu iets vertellen. Dit is ongelooflijk. Dit ga je echt niet geloven. Ja, ik moest dit even voor me houden een tijdje. Want ik dacht van, ja, ik heb geen moment om dit te vertellen. Maar omdat hij mij ineens ging dissen in dit nummer, dacht ik van, dit is het moment om het te vertellen. Brent, ik hoop dat je dit ook ziet, want dit is ook voor jou belangrijk. Ik kreeg dus een mailtje op 16 maart dit jaar. 16 maart kreeg ik een mailtje van het management van Brent. En dan denk je van, oh jezus. Nou, die gaan een klacht tegen indienen voor, ja. No reason, want ja. Ik had toen net die video geüpload over Brent met dat interview. Dat interview, dat sloeg echt nergens op. Dat was echt belachelijk. Toen nam ik het een beetje op voor Brent. Maar het is nooit mijn bedoeling om iemand boos of iemand kapot te maken of wat dan ook. Kijk, op het moment dat hij op mij lijkt, ik maak er een video over en ik wil een nummer met hem maken. En hij wil het niet. En ik heb het daardoor een beetje over hem in mijn nummer. Ja, dat is gewoon fatu. Maar het is nooit mijn bedoeling dat mensen op iemand gaan haten, want dat slaat nergens op. Oké, ik kreeg een mailtje op 16 maart van de manager van Brent. En dit is echt gaaf. De titel is viraliseren. Het is een mailtje van de manager die daarin vraagt of ik het mailtje niet kan delen. Dus ik ga het mailtje niet voorlezen. Waar het op neerkwam is eigenlijk dat de manager van Brent vroeg of ik wilde samenwerken. Hij zei van bel me even, dan kunnen we praten. Dus ik dacht, nou weet je, ik dacht van ik ga dit nooit doen. Want ja, ik schiet hier nooit wat mee op. Maar ik dacht toch, zei van bel me even, dus ik bel hem. Nou en Brent, voor dit moment moet je even opletten, want ik bel dus je manager Brent. En ik bel hem en hij neemt op met ja, wat is er? En toen zei ik, yo, met Koen, ik moest je bellen. Koen. Ja, Koen, je hebt net je hebt me een paar uur geleden mail gestuurd. Oh ja, Koen, ja. Maar het feit dat je zo opneemt, is wel voor manager zijn een beetje goed. Nou, in ieder geval, wat zei die manager? Ik zei van, wat zijn jullie van plan? Wat is het idee? Maar hij zei van ja, wat we willen doen is, Rent, die gaat een diss, die moet dan een diss-track maken over jou. En ja, wat jij dan doet, dan moet je helemaal boos worden. Beetje zoals ik nu heb gedaan, hè? Moet je helemaal boos worden op Rent van, wat de fuck, het kan niet. En dan is er heel veel hype, heel veel hype. En dan wat we daarna doen, is dat we een clip maken met jullie tweeën, waar jij dan ook in zit. En dan is alles goed tussen jullie en bla bla bla. En toen zei ik tegen hem, ja maar, wat heb ik hier aan? Ik zie daar toch helemaal niks mee op. Eigenlijk was dit een vooropgezet plan van hun. Dat ik natuurlijk hierop zou reageren. En dan zou ik dus in de clip erna zou ik meespelen. Maar ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Heb ik helemaal geen zin in. Maar dat hij dan toch die diss track maakt. Of diss track, of in ieder geval een stukje diss. Nou, dat is wel schitterend. Omdat ik dan nu dit verhaal kan vertellen. Dat ze het eigenlijk wilden faken. Maar dat ik nee heb gezegd. Omdat ik daar geen zin in had. Nou mensen, dit is toch echt een mooi verhaal. Of ligt het aan mij? Ik vind dit echt een mooi verhaal. In ieder geval, ik heb weer hard gelachen. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Like deze video, abonneer op mijn kanaal. En tot ziens. Leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.